gewoon beginnen. Gewoon een partij van maken. Gewoon een hoog tempo gelijk beginnen. Maar dat zal de Peter ook gezegd hebben. Ja, dat denk ik wel, ja. Hij zal er nu achterlijk zijn. Nee, dat ga ik ook niet vanuit. Nee. Verbeek die wilde voor de wedstrijd niet geïnterviewd worden omdat het kort op de wedstrijd was. Na afloop gelukkig wel. Gert-Jan Verbeek met zijn visie over deze wedstrijd. Gert-Jan, zie je dit als een off-day? Nee, waarom? Nou, omdat je één punt pakt en zeker de eerste helft heel matig speelt, denk ik. Ondanks dat waren we nog beter als de tegenstander. Ja, maar het was niet goed, toch? Of vond je wel? Ja, wat is nou... Wat ben je nou met dit interview? Ga nou lopen. Weten wat jij ervan vindt. Nou ja, maar stel dan in ieder geval zo'n vraag wat ik ervan vind. Ja, maar als jij jouw mening gaat, ga jij voor de kamer staan, zeg jij wat jij ervan vindt. Ik wil gewoon horen wat jij ervan vindt. Nou, maar dat moet ik vragen, maar dat vraag ik niet. Jij zegt eerst wat jij ervan vindt. Ik vraag, nee. Ik vraag aan jou of jij... Ja, dus mag ik nou mijn woordje doen? Heel graag. Oké. Nou, ik vind dat we de eerste helft in te laag tempo hebben gespeeld, in te lage versnelling. En als je zo, tegen zo'n behoudende ploeg speelt, dan moet je meer tempo maken. Nou, daar waren we niet toe in staat, of dat deden we niet. En tweede hebben we dat wel gedaan. En dan, toen vond ik het een hele aardige wedstrijd worden, waarin we een aantal mogelijkheden en kansen hebben gecreëerd. Alleen die goal viel niet. En we hebben tweede helft ook niks meer weggegeven. Dus ik vond de tweede helft van een heel behoorlijk niveau. Daarom vond ik er geen off-day. Okay. Maar je zegt niks weggegeven. Uiteindelijk hebben ze nog een kans in de 80ste minuut. Maar... Nou, het was aangenaam met jou in Malmö. Dank je wel. Wie is dat, Leo? Is dat Leo? Ja. Ja, maar kijk, we lachen erom, maar het is helemaal niet om te lachen, vind ik. Want, nou, het is prachtige televisie, maar het is prachtige tv, maar de reporter heeft groot gelijk. Want dat vindt Verbeek trouwens ook natuurlijk, dat het echt een schande was wat ze vanavond hebben laten zien. Maar dat kan hij dan niet uit strot krijgen. En dan gaat hij afreageren op een reporter die zeer terecht een beetje een kritisch toontje aanslaat. Ja. En dan krijg je toch weer een beetje dit horkergedrag. Want hij wil gewoon niet toegeven dat het team waar hij verantwoordelijk voor is vanavond een modderfiguur geslagen heeft. En het was voor de rust was het schandalig en na de rust ging het wel. Maar was het ook nog steeds beneden peil. En het gedrag van de trainer, van onze koploper, is helemaal schandalig. Vind je dat ook, Jan, als je dit ziet? Ja, ik vind het ook leuk. Ja. Dus, want, ja, wat hij zegt, zeggen wij ook net hier ook. Maar je krijgt gelijk je vraag onder je neus. Nou, want in principe hoefde hij er geen antwoord op te geven. Want de journalist gaf al die vraag en dan gelijk het antwoord. Ja. Dus maar, moet dan, hij zat er toch niet echt naast, Jan? Dat zeg ik al niet, dat hij ernaast zat. Maar waarom reageerde hij zo geprikkeld? Die bekende zeggen, ja, dat klopt. Dat hij een klote partij gezien heb. En dan gaat hij afreageren op die jongen. Nou, en dat gebeurt wel eens. Want het is wel, ik moet eerst zeggen, het is klote, weet Wim ook. Als je gelijk na die wedstrijd, hoe je geïnterviewd zit met die muis onder je neus. Die muis, ja. Ja? Nee, wij kennen dat niet in Nederland, muizen, maar ja, jullie werken met muizen. Ik van die goudje, ja. Dat doe ik al 10 jaar. Ja, we hebben dat voorlaat. Maar hoe werkte dat bij jou dan na afloop van...